Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chester. Vandaag moet ik naar school en ik ga een dagje voor jullie vloggen. Ik heb natuurlijk een nieuwe camera, dus er gaan meer vlogs aankomen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ga me nu eventjes wakker laten worden en gaan we straks me aankleden en naar school en alles. Dus jullie gaan gewoon mijn dag zien, geniet ervan en ja, ik ga eerst even wakker worden. Goedemorgen. Ah. Goedemorgen, jongen. Hey. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, jongen. Hallo. Goedemorgen. Ik zal eens naar wakker. Zit hier dus naar Troy. Zeg eens hallo. Zeg eens hallo, jongen. Zeg je niks? Zeg je niks vandaag? Zeg je niks vandaag? Nou, dat is wel jammer hoor, Troy. Zeg je nou niets tegen de mensen? Zeg je niet zo geen spootje? Geen spootje? Zo. Hallo. Hij gaat gewoon gelijk maar liggen. Oh, pikkie toch. Nou, ik ga op dit moment even mijn tas inpakken, want dan moet ik natuurlijk weer voor school. Ja, die heb al hier heel de vakantie daar lekker op die hoop gelegen met boeken. Maar die moet ik nu weer gaan gebruiken, jammer genoeg. Dus die ga ik zo inpakken, maar 4 lesuren vandaag. Dus dat is super sick. En vanmiddag ga ik even een video opnemen met Dylan, oftewel mijn neefje. En ik moet even kijken of mijn telefoon nog vol is. Nou, dat is bijna het geval. Op dit moment op 82%. Dus dat komt wel goed in ieder geval. Ik heb toch maar 4 uur les, dus niet dat hij opraakt. Ik ga nu even aankleden, mijn haar doen, tanden poetsen en mijn tas inpakken. Zoals het normale ritme, denk ik. Zo, ik heb mijn tas ingepakt en mijn haar en aangekleed. Het enige wat ik nu nog moet doen is eventjes mijn tanden poetsen. Dus dat ga ik nu doen natuurlijk. Dit is echt het lekkerste jasje wat ik in mijn kast heb hangen, is dit jasje. Het is gewoon van de Sting, ik weet niet of je dat kent. En natuurlijk zo'n lekker long fit t-shirt met een zwarte spijkerbroek aan. Ready voor school natuurlijk. Ik ga even mijn tanden poetsen. En dan moet ik alweer op de weg naar school. Het is op het moment bijna 7:30. Dus ik ga er zo tussen 7:30 en 7:45 weg. Dat is voor mij de beste tijd, dan kom ik nooit te laat in ieder geval. Ik heb 2 uur heb ik wel een SO, dus dat wat minder leuk. Maar ik heb gewoon goed geleerd. Nou, ik weet niet. Ja, voor mij wel. Ik ga op dit moment mijn fiets pakken. Dan gaan we naar school toe. En dan begint mijn normale ritme weer voor wat je school kan noemen natuurlijk. En nieuwe camera. Voor mij is het echt ziek, maar dan ook echt ziek mooie kwaliteit. 50 fps voel je natuurlijk. Maar ik ga nu mijn fiets pakken en naar school fietsen. Luna is aan het tryhard om te leren. Onze docent is niet. We zitten gewoon een uur voor niks op school. Hey Tim, ben je in de vlog, jongen? Nee, Tim op. Tim was ook in de prijsvlog. En is Shaquille. Nee? Jij wil vloggen? Hij is echt leuk. Nee? Jij bent zo mee. Nee? Toch mee. Nee? Wil je vloggen, meid? Ja, ik wil vloggen. Hé, wacht even. Ik ga praten tegen je matties. Een hele goede morgen. Het is juist 8:57, al klopt. En er is nog steeds geen docent. Dus zit hier al een uur voor saus. En we hebben zo'n toets. En ik snap er helemaal niks van. Oké, maar geef naam aan mijn camera. Talk to my viewers. But your viewers zijn mijn viewers. Luna's leering. En ik ben boos op Chester omdat hij die fucking soda challenge met mij zal doen. Motherfucker. We gaan nog wel wat leuk don't doen. Don't talk to me no more. Oké. Okay. Fuck you, Luna. Fuck you. Luna, oké, schijken nog goed. Uitleggen, ik snap het niet. Wat moet je uitleggen? Ja, die 2. Oké. Het staat vervloeibaar, maar het staat overal achter. Ja. Niet zo in zo'n bal. Nee, doe ik niet. Kijk, je moet naar het woordje hondbrikkel kijken hier zo. Waar staat dat? Waar staat dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, nee, ik ook niet. Ja, hier denk ik. Hondsbrichel. Als je dit ziet, dan moet een 2'tje achter. Dat moet je onthouden. Maar waar staat dat voor? Ja, dat zijn al die stoffen. Dat zijn al die stoffen. Jelle, box. Mensen zijn echt kapot. Dit is Jelle, Jel353. Abonneer op zijn kanaal. Ja. Hij heeft die subs nodig, toch Jelle? Ik doe niet eens aan YouTube. Jawel, jawel. Die Wii-hack. Je deed die Wii-hack. Oh ja, ja. Maar die is eraf. Oké. Okay. Zo, dan ben je lekker uit om 11:55. En dan ga je op dit moment even rustig naar huis rijden. Dus ik ben lekker aan het fietsen zoals je ziet. En zien we daar ook alweer. Als ik thuis ben, moeten we eventjes rijden. Dus hey, let's go Chesto. Ik moet toch naar huis komen met de fiets. Let's do it. Yes, we're weer thuis. Let's go. Eindelijk. 4 uurtjes tijd maar. Is niet zoveel, maar we zijn eindelijk weer thuis jongens. Truitje, wat heb je dan? Wat heb je gekregen? Laat zien. Cookies. Cookies. Oh. Hey. Nee. Zag je dat?
Zo, Dylan en Nick, yo. Die hebben net even een challenge opgenomen. Dus die zie je één deze dagen natuurlijk op mijn kanaal online. Ik ga nu eerst eventjes die beelden op de pc zetten. Die staan ook op deze camera. En daarna gaan we even wat eten. Ik ga nu even die beelden erop zetten. En als het goed is, gaat mijn pc al gelijk aan als ik mijn muis in de weer haal. 3, 2, 1, kom op. Ja, daar is die. Dus ik ga even die beelden doen en dan gaan we eventjes wat eten. We zien het zo meteen wel weer. We hebben net even een grappige video opgenomen. Die één deze dagen online op mijn kanaal. Dus die ga ik zo meteen eventjes editen. Dus die zien er gewoon één deze dagen wel verschijnen natuurlijk. Kleine spoiler, komt Deo in voor. Meer zeg ik niet. Meer moet je dan gewoon naar die video kijken. Maar ik ga nu eerst eventjes, zou jullie dadelijk hier zo zien, mijn editprogramma opstarten. En dan gaan we daar aan beginnen terwijl Dylan hier nog is. Dus ja. Let's motherfucking go. Dylan, die is hier nog. Maar de video die we net hebben opgenomen staat nu in de render. Zoals je ziet, 50 fps, 1080p. Lekker aan het renderen natuurlijk. Binnenkort online te zien. Waarschijnlijk als jullie deze vlog al hebben gezien, staat hij al online. Ik zit ook met die dikke boer van de Tom te skypen. Dus hier is Tom. Dylan blijft hier nog eventjes. En we gaan morgen weer vloggen. Of morgen gaan we kipkerrypikant halen. Kipkerrypikant. Kipkerrypikant. Bij de Jumbo met een zak stokbrood. Maar ik neem kruidenpoten. Maar jij neemt kipkerrypikant. Kruidenpoter. Hij kon niet meer aan me worden. Ik neem kipkerrypikant. Wat neem je? Kipkerrypikant. Kipkerrypikant. Ik neem gewoon patret. En jij neemt kipkerrypikant. Kipkerrypikant. Ja. Dylan gaat zo naar huis. En ik keek net even op live counts. En ik heb nog 8 abonnees te gaan. Tot de motherfucking 3200. Dus dat gaat mooi. We gaan Dylan naar huis brengen. Dus leuk moment naar beneden, jongen. Hij gaat rustig naar huis toe, Dylan. Morgen is hij weer om 8:15 bij mij. Mooi. 8:15. Kipkerrypikant halen bij de Jumbo met stokbrood. En ik neem kruidboter. Dat is fucking lekker. Dylan houdt wel van een kipkerrypikant. En als ze die niet hebben, neem je dan een normale kipkerry? Ja, ik weet niet, maar pikant is wel lekkerder. Oké, hij vindt pikant lekkerder dus. Maar ja, Dylan gaat dus dat doen. En dan ga ik nog even met Tom skypen. En vanavond waarschijnlijk even live. Dus dat zien jullie wel gewoon vanavond nog. En ja, jongens, spam even in de comments kipkerrypikant. Nu doen, nu. Hashtag kipkerrypikant. Juist. Nou, Dylan is dus weg, dus ik speel zojuist even een potje Black Ops 3. Maar dat is op dit moment ook onspeelbaar. Ik ben natuurlijk dubbel XP. Dus ja, zoals je zo ziet ben ik dus level 415. Dus ja, er zit hier nog een gekke boer te skypen met mij. Zoals je daar ziet. Die komt in de meivakantie. Is deze mogol bij ons. Dus dan gaan we even heel veel challenges opnemen natuurlijk. Maar ik ga nu proberen een normale lobby te vinden. En wat kills te kunnen halen. Want dit is natuurlijk nog maar heel eventjes door XP. En waarschijnlijk ben ik vanavond live. Dus dat wil je zal zien. Dus hij zit de hele tijd boezie te lullen. Ik zie je straks. Hopelijk. Nog. Als je nog naar deze vlog kijkt. Ik ga even wat te drinken halen. Want ik heb fucking dorst op dit moment. Nou, Troy is schrik zich wakker of zo. Hallo Troy. Hoi Pik. Wat is er? Wat heb je? Wat heb je? Wat heb je? Ah, jongen toch. Ah, jongen toch. Kijk hier. Kijk dan naar je camera. Kijk dan naar je camera. Ah, kijk hoe mooi. Kijk dan maar. Kijk hier. Kijk hier. Ja, kijk hier. Ah, kijk hier. Ah. Joh, kijk dan. Kijk hier. Kijk dan. Oh, kijk dan. Kijk dan. En jij niet maar hoor. Niet aan mijn oor, joh. Niet aan mijn oor. Niet aan mijn oor. Niet aan mijn oor, Troy. Niet aan mijn oor, joh. Nou, ik ga in ieder geval even lekker wat te drinken pakken. Even kijken wat er in de ijskast staat. Die hond blijft me altijd aankijken als ik aan het vloggen ben. Ik weet ook niet waarom. Dan gaat de magic deur open. En dit. Dit is echt mijn favoriete drinken. Dus dat ga ik er nu uitpakken. En lekker nuttigen, zoals je dat noemt. Dus, hey. Shout-out naar Limonade of Limondane. Shout-out naar. Aftellen is naar de 3200, jongens. We moeten er nog 6. Echt niet normaal hoe fucking snel het op dit moment gaat. Nog 6 abonnees voor de 3200. En dan, tja, wat ik normaal in 1 jaar heb gehad qua 1000 abonnees, hou ik nu gewoon het dubbele in 6 maanden tijd. Dus fucking, maar dan ook echt fucking niet normaal natuurlijk. Vandaar dat ik ook deze camera voor jullie heb aangeschaft, zodat ik nog betere kwaliteit kan uploaden natuurlijk. Meer vlogs, meer challenges. En natuurlijk gewoon alsnog game video's. Zullen jullie daar zien. Dus ik laat deze site natuurlijk lekker openstaan deze hele dag. Maar ik ga even afstellen tot de 3200 abonnees. Zo jongens, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik ga op dit moment douchen. En dan ga ik daarna toch niet heel veel meer doen. Ik ga nog een paar filmpjes kijken natuurlijk. En dan ga ik weer slapen. Want dan zit mijn dag er weer op. Morgen ga ik natuurlijk weer een dag vloggen. Want morgen ga ik weer wat leukere dingen doen natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet deze video een blauw duimpje mogen achterlaten. Houdt mij natuurlijk enorm. Ik sta hier naast mijn grote vriend de Softbox. Die natuurlijk voor awesome licht zorgt. Dus dankjewel licht. Nee, natuurlijk. Super bedankt voor het kijken in deze vlog. Laat je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt mij enorm. En ik ga even lekker douchen. Er komen meer awesome video's online met deze kwaliteit van camera. Je ziet daar in de achtergrond, zie je Tom natuurlijk nog op Skype zitten. Die blijft natuurlijk ook op Skype zitten. Totdat ik vanavond ga slapen.
Mijn buurman die gaat nu niet boren, dus hey, shout-out naar jou, buurman. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot morgen bij een nieuwe vlog, of challenge video, of game video. Want zo gaat mijn kanaal er nu uitzien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, jongens. Doei!